Vandaag hebben we het over het aanbieden van alternatieve brandstof op het voorterrein. Welkom bij Tank en Kauwersbrood TV. In een nieuwe reeks thema-uitzendingen gaan we het maandelijks hebben over een onderwerp dat speelt in de sector. Vandaag is het onderwerp de alternatieve brandstoffen. Als kijkers hebben jullie tijdens de uitzending de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te delen. Dat kan in de chatfunctie op jullie scherm. En mijn collega Rieneke die houdt dat vandaag in de gaten. Kan je vertellen wat je daar precies doet vandaag, Rieneke? Unmute. Vanuit de Green Room hou ik de chatfunctie in de gaten. En ik ga kijken wat er vragen zijn aan Peter en later ook aan Steven. En die ga ik dan aan ze stellen. Ook heb ik een aantal stellingen voor de kijkers thuis. Dus ik zie jullie straks weer. Oké, tot straks Rieneke. Met Peter Dalhuizen hebben we het eerst over de brandstof HVO. Eind november nam de Delegy Group, die onder andere tankstations exploiteert en brandstoffen levert, de Nederlandse activiteit voor weg- en bouwverkeer van Good Fuels over. Met die toevoeging aan het portfolio zullen Dalhuizen en zijn collega's de duurzame brandstof gaan aanbieden op de eigen tankstations, maar ook gaan leveren aan andere tankstations en locaties door het hele land. Welkom Peter, leuk dat je er vandaag bent in de uitzending. Ja, dankjewel. Zou je allereerst kunnen vertellen wat HVO nou precies voor brandstof is? Ja, nou HVO staat eigenlijk voor een groep producten wat gemaakt wordt van afval en reststromen. En door middel van een waterstoftechniek worden die moleculen omgevormd en lijken heel sterk op dieselcomponenten. Maar met veel minder aromaten en een veel mooiere, schonere brandstof waarmee je CO2 kunt reduceren. En hoeveel schoner is het dan de reguliere fossiele diesel? Nou, als je bijvoorbeeld een HVO100 hebt, dus de 100% vorm van dat product, die reduceert 89% gemiddeld aan CO2 door middel van het gebruik. En het is geteld vanaf well to wheel, dus vanaf de bron tot en met verbruik gemeten, is dat 89%. En dat kan in alle fossiele dieselauto's, of alle In basis wel, alleen HVO100 heeft een andere EN-normering, EN 15949. En we adviseren wel al onze klanten, vraag je leverancier of de motorenfabrikant het vrijstelt voor het gebruik, zodat je geen problemen kunt krijgen met garanties of zo. Ja, precies. Mocht er daar wat uitkomen. Ja. Jullie hebben dus in november het bedrijf Good Fuels overgenomen, althans de activiteit voor weg- en bouwverkeer. Ja. Waarom vinden jullie het dan belangrijk om meer bezig te gaan zijn met deze brandstof, deze HVO? Nou, we zijn ooit begonnen met heel reactief leveren van HVO. Als een klant van ons vroeg bij onze verkooporganisaties, dat zijn Gulf Nederland en Dalhuizen Olie, naar HVO, dan gingen we dat leveren. Dat is eigenlijk heel reactief, u vraagt, wij draaien. Mm-hmm. Maar we zagen steeds meer vragen, toen hebben we het omgedraaid, toen zijn we wat proactiever naar buiten gegaan. Klanten gaan adviseren en informeren over het product, want er is heel veel onbekendheid over het product. En daardoor zijn de volumes enorm gaan toenemen. Dus wij zagen geleidelijk al wel het succes komen. En we geloven ook echt in het product. Zeker als brandstof die ons gaat helpen in de energietransitie. En dat is ook de reden dat wij in november de verkoopactiviteiten, wat jij zei, van Good Fuels hebben overgenomen. En vandaar hebben we nog veel meer verkoopvolume aan ons kunnen binden. En hebben we eigenlijk een heel uniek en innovatief merk. Die wij nu verder uit kunnen gaan dragen naar de hele markt in Nederland. Dus daar zijn we super blij mee. En je zei voorheen was het alleen reactief, dus u vraagt mee draaien. Ja. Was dat het enige wat jullie deden met HVO op dat moment? Dus ja, maar kijk, het is een product wat eigenlijk de laatste 3, 4, 5 jaar pas echt in zwang is gekomen. Dus eerst begin je, ja, is het voor jezelf ook onbekend? Nou ja, krijg ik hier een vraag, nou ja, dan gaan we zoeken van waar kunnen we het vandaan halen. Kijk hoe dat werkt, hoe dat... Maar het wordt voor ons steeds belangrijk product en we geloven er ook echt in. Dat dat een product gaat zijn wat ons naast alle andere energiebronnen of energiedragers gaat helpen de komende jaren. Hoe groot merken jullie dat die vraag nu is naar de brandstof? Ten opzichte van, dat zeggen we 4 jaar terug, toen die vraag... Nou, is die vraag daarna is wel 10 tot 20 keer meer geworden, tenminste bij ons, als dat we dat daarvoor hadden. 10 keer meer? Ja, zeker wel. Maar het ligt natuurlijk ook aan waar vertrek je vandaan. Hè? Dat moet natuurlijk in je berekening doen. Ja. Welke kansen zien jullie nou voor biobrandstof in de toekomst? Nou, eigenlijk best veel. We moeten natuurlijk allemaal werken naar CO2-verlaging, reductie. Er wordt heel veel gezegd en geschreven over elektriciteit en waterstof. Maar als je bijvoorbeeld naar de biobrandstof HVO kijkt, we kunnen het vandaag allemaal gaan gebruiken. Je hoeft geen aanpassingen te doen aan installaties, je hoeft geen aanpassingen te doen aan je motoren. Je kunt het vanavond, jij kunt het met je diesel ook tanken vanavond. En dan ga je gelijk CO2 reduceren. Ja. Dus die quick win is enorm. Dus vandaar zien we zeker veel kansen voor dit product. Ja. En toch ligt die prijs
waarschijnlijk wel een stukje hoger dan de fossiele diesel. Is dat ook iets waarvan jij denkt dat dat misschien de consumenten tegenhoudt om dit te tanken? Ja, dat is de vraag. Wij zien de partijen die nu HVO gebruiken, die zijn bereid te willen van commerciële of ideologische doelen om HVO te gaan tanken. En die zijn bereid om er meer voor gaan te betalen. Ja, het is de vraag in hoeverre de consument bereid is om een offer te doen voor CO2-vriendelijke producten. Ja. Dat weten we nog niet. Ja. Dus ligt die focus dan nu vooral op de bedrijven bijvoorbeeld die groene stap willen zetten? Ja. Ja, transporteurs, aannemerij, overheden, dat zijn nu wel de partijen die enorm met HVO bezig zijn. Of tenminste met CO2-reductie. Ja, denk je dat dit product dan ook interessant kan zijn voor de consument uiteindelijk? Zeker. Maar dat zou wel mooi zijn als dan het prijsverschil wat minder is. Of het bewustzijn van de consument moet enorm gaan toenemen. Ja. Dat ze in plaats van normale diesel een HVO gaan afnemen. Ja. We zien hier jullie sneltank in Heerde die jullie onlangs hebben geopend met een HVO-installatie. Ja. Is dat iets wat jullie gaan doen op de nieuwe tankstations die jullie openen? Krijgen die allemaal een HVO? De nieuwe zeker. En bij bestaande gaan we geleidelijk over. Maar bij bestaande stations moet je natuurlijk ook kijken, heb je wat tankcapaciteit over? Kijk, diesel blijft natuurlijk nog een heel belangrijk product, dus die gaan we er niet uithalen. Maar hebben we bijvoorbeeld premium brandstoffen erin waarvan de afzet niet heel groot is, daar gaan we HVO verkopen. Is ook makkelijker voor onze tankstation medewerkers uit te leggen aan die doelgroep die dat wil, van wat is het voordeel van HVO ten opzichte van voordelen van een premium diesel, want daar zit een veel langer verhaal bij. En dit is voor onze tankstation medewerkers veel makkelijker te communiceren naar klanten. En we denken dat die doelgroep veel groter gaat zijn als de doelgroep die nu de premium diesels bij ons afneemt. Ja, en naast verkopen op jullie eigen tankstations bieden jullie dus ook aan de andere of aan andere tankstationhouders in het land. Hoe zit dat precies? Nou, daar gaan we nu eigenlijk actief mee starten. We moesten natuurlijk ook eerst zelf ook gereed zijn en op onze eigen stations doen. En we hebben pas ook sinds november het merk Hoodfield. Ja, dat is natuurlijk nog wat kort. Ja. Dus, en dat is wel echt een merk wat tankstationhouders kunnen gaan gebruiken op het station. Dus iedereen die het wil, daar komen we graag. En dat kunnen we ook door middel van het merk op de pomp, maar ook met verkoop- en marketingmaterialen erbij hebben, kunnen we de klanten gaan helpen met het verkopen van dit product. En hoe ziet dat er precies uit? Zijn dat flyers of zijn dat posters? Ja, nou, bijvoorbeeld op dit station, je kunt het nu niet helemaal goed zien, maar de nozzles aangepast, productstickers, maar ook productinformatie. We kunnen de mensen trainen op het station, dat ze ook weten wat over gaat. Ja. Dus niet als er een klant komt en zegt, wat is HVO, dat we het niet uit kunnen leggen. Ja, dus nee, daar hebben we het hele programma voor klaarstaan. Ja. En merken jullie al dat bijvoorbeeld op deze locatie, dat deze brandstof ook daadwerkelijk getankt wordt? Nou, nog niet heel veel. Er moet ook heel eerlijk in zijn. Dat moet echt gaan groeien en het bewustzijn ook bij de consument moet gaan toenemen. Consument hoort natuurlijk heel veel en bedrijven over waterstof en elektriciteit. En het is wel aan ons als branche om een product als HVO, maar zo ook andere soorten biobrandstoffen, toch veel beter te gaan communiceren wat het is. Want ik denk dat de gemiddelde klant die nu bij ons komt, nog niet goed weet wat HVO is. Mm. Dus we hebben nog een hele weg in te gaan. Om dat meer onder de aandacht te brengen. Ja, zeker. Ja. En is er nou ook te veel focus op, denk jij, op bijvoorbeeld waterstof en elektrisch? Want je noemt eigenlijk al dat nu wordt gezien als de brandstoffen die ons gaan helpen naar die. Ja, of het te veel focus is, weet ik niet. Ik vind wel dat andere energiedragers te weinig aandacht krijgen. En misschien kunnen we dat ons ook zelf verwijten, of tenminste de leveranciers daarvan. Dus daar zullen we echt gas in moeten geven. Wij geloven ook echt in de energiemix. Dus elektriciteit en waterstof zullen zeker belangrijk zijn. Maar daarnaast komen nog andere soorten brandstoffen, naast ook fossiel natuurlijk, die een plek gaan krijgen in de energiemix. En uiteindelijk zal de markt gaan bepalen welke producten worden ingezet. Maar voor alle producten gaat een plek zijn. Ja. Hetzelfde geldt ook met de premiums waar ik het net over had, een brandstof. Maar ook CO2-compenserende programma's gaan in onze ogen ook heel belangrijk zijn. Ja, en dit gaat dus ook zeker een plek krijgen in, in de energietransitie. Ja. Staan er nog tankstations van jullie zelf op de planning? Waar, Wij gaan geleidelijk stations overzetten naar HVO. Dat gaan we ook doen bij een aantal klanten van ons. Dus waar wij aan leveren. Wij leveren ook veel zelfstandige tankstation-eigenaren. Het zijn met BP, het zijn met Gulf, het zijn van eigen merk. En dan gaan we het zeker ook uitrollen. Ja hoor. Ja, en gaan jullie het ook, of zijn er ook andere tankstations buiten jullie eigen netwerk op de planning waar dit... Waar jullie dit aan gaan leveren? Daar zijn we op dit moment mee in gesprek. Maar wat ik toen straks zei, we zijn sinds november begonnen. Ja. Dus we zitten echt nog, we zijn nu in maand 3. Maar de eerste gesprekken zijn er zeker. Kijk, dus het gaat de goede kant op. Ja. Ja. Dan gaan we even naar Rieneke. Want Rieneke houdt natuurlijk de chatfunctie in de gaten. Zijn er vragen misschien van de kijkers of mensen die iets willen weten over HVO? Of... Nee, op dit moment nog niet. Ik heb wel zelf nog een vraag aan Peter.
Jij zegt de markt gaat straks bepalen welke brandstof of welke alternatief het voortouw gaat nemen. Maar kan je daar als tankstationondernemer zelf ook invloed op uitoefenen of daar ook voor sorteren op een of andere manier? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat onze taak is, we hebben natuurlijk een dienende rol, hè? De klant bepaalt. En ik denk zeker wel dat wij als tankstationhouder wel in moeten spelen op de vraag die er komt. En als je bijvoorbeeld ook kijkt, overheden gaan steeds meer over naar HVO. Yeah. Of andersoortige alternatieven. Ja, als jij een goed contact hebt, of een gemeente bijvoorbeeld, of een provincie is klant bij jou. Dan zou ik zeker met die partijen in gesprek gaan van, joh, heeft het zin als ik HVO ga aanbieden op het station, dan ga jij dat dan bij me afnemen. Dus ik denk zeker wel dat we een actieve rol in moeten gaan spelen en niet afwachtend gaan zijn. Wat de oliemaatschappij wat ook biedt, want het is jouw eigen bedrijf. En ik zou daar zeker een actieve rol in gaan spelen. Maar kijk wel heel goed wat de klant wil. Ja, precies. Hou die markt in de gaten. Ja. Ook als je voelt van dit kan groter, dan kan je daar ook een rol in spelen. Ja. We hebben een aantal stellingen voorbereid. Die gaan we ook voorleggen aan de kijkers via Webinar Geek. En ik zou daar ook graag aan jou deze stelling voorleggen, Peter. De eerste daarvan is dat brandstoffen als HVO vaak worden vergeten in de energietransitie. Ja, ja of nee? Worden zeker vergeten. Ligt ook aan onszelf. Ik denk dat we echt als branche wel een taak hebben om ook te communiceren wat wij ook zelf al aanbieden. De NOVE, bijvoorbeeld de brancheorganisatie Oliehandelaar, is daar onlangs met een grote campagne mee begonnen. Maar het is ook een zaak aan ons als merk, als Goodfuels, om veel meer naar buiten te gaan, om iedereen te informeren wat het eigenlijk is. Want onbekend maakt onbemind. En ja, dan ga je het ook niet gebruiken. Ja, dus ondertussen is een vraag van Hans Kessel. Die wil graag weten of jullie 100% HVO aanbieden of dat dit een blend is. Nee, wij hebben verschillende vormen. Wij verkopen zelf de HVO in 100% variant op onze tankstations. Maar wij kunnen het ook in bepaalde blends leveren. Een hele bekende blend, dus dat is een mengsel tussen diesel en HVO. Je hebt bijvoorbeeld HVO 20, dus dat is 20% HVO en 80% diesel B0, dus diesel zonder veem. En die hebben we ook. Dus wij kunnen eigenlijk ook alle mengsels maken die de klant wil. En als je bijvoorbeeld een HVO 20 neemt, heb je als voordeel, die voldoet nog aan de EN 590 norm. Dus die kun je altijd gebruiken zonder toestemming van de motorenfabrikant. En de HVO 100 moet je dat wel, omdat die een andere Europese norm heeft. Die overigens al wel veel erkend wordt door de motorfabrikant. Ja, precies. De uitkomst van de stelling net is dat 88% het met jou eens is. Dus het gros van de kijkers denkt inderdaad dat HVO wordt vergeten. Dus daar is nog wel wat werk aan de winkel. Ja. Een tweede stelling die we hebben voorbereid is, het tankstation wordt in de toekomst een laadplek. Ja of nee? Nou, niet alle tankstations. Nee. Kijk, het probleem wat we wel hebben, wij weten eigenlijk nog veel te weinig over de laadbehoeften en de laadgewoonten van een rijder met een elektrische auto. Ik denk dat verreweg het merendeel thuis en op de bedrijven en waar ze de afspraak hebben, zullen gaan laden. Dus dat het gemak van laden veel dichter bij de plek is waar de klant komt en niet naar een tankstation gaat. En dat je op sommige plekken een snellaadstations moet hebben waar mensen voor onderweg snel kunnen bijladen. Dus je moet heel erg kijken naar wat is de ligging van het station. Ja. En als je bijvoorbeeld in een stad zit waar op termijn heel veel elektrische auto's zijn, maar te weinig laadpalen, ja, dan kun je het op een tankstation doen. Maar op een gemiddeld dorpsstation zou ik het niet snel doen. Nee, nou, dat is, het is inderdaad 50-50 wat de kijkers denken. Ja, precies, 50-50 staat hier inmiddels. Als laatste stelling hebben we nog, zolang er vraag is, blijf ik fossiele brandstoffen aanbieden. Nou, zeker. Kijk. We zijn natuurlijk verkooporganisatie brandstofversmeermiddelen. Fossiel blijft enorm belangrijk en wij verwachten zelf dat 2030 en verder echt nog wel 70% gebaseerd is op fossiel. Het zij aangevuld met HVO, het zij aangevuld met andersoortige biogerelateerde benzines. Dus dat blijven we zeker verkopen. Ja hoor. Ja. We hebben ondertussen ook nog een vraag binnengekregen van Christophe van den Broeke. Die vraagt dat HVO is afkomstig uit afvalstromen. Is de aanvoer van die afvalstromen wel op orde? Blijft dat wel, blijft er genoeg binnenkomen? Ja, daar gaan meer discussies over. Ik denk dat we een heel eind gaan komen. En eigenlijk die stromen, er zullen steeds creatievere stromen van afval en reststromen komen.
Dus ik ben daar nog niet zo bang voor. Dat mag ons nu niet tegenhouden. Nee, om nog even terug te komen op de vorige stelling over de zolang er vraag is, blijf ik fossiel aanbieden. Daar is 88% het mee eens. Dat is mooi. Ja, dat is een duidelijke meerderheid. Dankjewel, Rineke. We komen straks nog even bij je terug. Maar voordat we zo meteen in gesprek gaan met Steven Brouwers van het bedrijf ATEPS, nemen we eerst nog een kijkje bij de A. van der Hofs draad- en kabelfabriek in Roosendaal. Want de fabriek die moet in de toekomst mogelijk een rol gaan spelen in het maken van kabels voor laadpalen. We zijn vandaag bij Hof Kabelfabriek, een 100% dochter van Sacco Holding, ons moederbedrijf. En daar hebben we ook onze laadactiviteiten gevestigd. Onder Orange Charging maken we zwakstroomkabels en signaalkabels. Dat is eigenlijk een fabriek gespecialiseerd op eigenlijk ook niche-markten, speciaalkabels. Wij krijgen koper binnen. Koper wordt vervolgens bewerkt, er komt een coating overheen. Dan hebben we, wordt op haspels gedraaid. Vervolgens wordt het gecombineerd op diverse machines, waarmee het eigenlijk als een spinnenwiel worden een aantal kabels bij elkaar gevoegd in één hoofdkabel, zeg maar. En die wordt vervolgens weer gecoat. Wij maken kabels voor bedrijven die zich bezighouden met alarmsystemen, dus beveiliging van panden. Die kabels die getrokken worden. We leveren heel veel kabels aan de windmolenindustrie op zee. Dat zijn speciale kabels die zeg maar ook onder water bestendig zijn, dus die een speciale coating hebben, zeg maar. We hebben 1 juli vorig jaar inderdaad de fabriek daadwerkelijk overgenomen. Liep al een tijd daarvoor. We hebben eigenlijk de intentie om te kijken hoe we dat kunnen combineren met kabels en laden. Elke laadpaal heeft kabels nodig. Hè. Installateurs die trekken kabel naar de paal toe. Vervolgens heeft de paal zelf van binnen en met aansluiting naar de auto, die kabel, de laadkabel. Het zijn allemaal kabels en we zijn aan het kijken welk gedeelte daarvan we kunnen leveren. Kunnen we de installateurs daarmee voorzien? Kunnen we nog zelfs de speciale zwaardere kabels draaien? Al moet ik wel zeggen, de echt grote kabels voor de snelladers, dan moeten we echt behoorlijk investeren in speciale machines. Omdat je echt dit soort kabels naar binnen trekt. En er zijn een aantal hele grote fabrieken wereldwijd die draaien daar. Behoorlijk aantal kilometers per dag van. En willen we daar competitief in zijn, dan hebben we andere machines ook wel nodig. Zo eerlijk moet ik wel zijn. Het staat natuurlijk eigenlijk in de kinderschoenen. Hè. Ik bedoel, in Nederland zijn er nu, denk ik, openbaar. Hè. Gaat wel hard, gaan we 30.000, 40.000 laadpunten, laadpalen bereiken. Alleen als je ziet wat er allemaal aankomt richting 2030, is er nog behoorlijk wat nodig. Dus Orange Charging staat daar ook. In de beginfase. We hebben behoorlijk geïnvesteerd in personeel. We zitten nu richting 19 man die zich met laden bezighoudt. Dus we verkopen laadpalen, maar we doen ook exploitatie. En we hebben ons ten doel gesteld om in 5 jaar 6.000 laadpunten in Nederland, België, noorden van Frankrijk en het westen van Duitsland gerealiseerd te hebben. Ja, en om dat te realiseren heb je ook echt wel de mensen nodig om dat waar te maken. Dus we kunnen wel wat aanbestedingen winnen, maar vervolgens om daadwerkelijk die palen in de grond te hebben staan, werken terwijl met een installateur heb je ook achter de schermen toch ook mensen nodig die dat allemaal realiseren, zeg maar. Wat op de planning staat? Nou, behoorlijk veel. Ik denk dat we dit jaar tussen de 600 en 1000 palen gaan realiseren. Dat is behoorlijk ambitieus, maar willen we die aantallen halen die we genoemd hebben in 5 jaar, zal dat moeten. Dus we hebben behoorlijk wat lopen en dat zal met name de grote steden zijn in Nederland. Aan de randen van de grote steden hebben we een aantal projecten lopen om die laadpalen te realiseren met snelladers. Al zal het grootste deel van de laadpalen die wij plaatsen bestaan uit 22 kilowatt laadpalen in de openbare ruimte. Dus dat is meer als je ergens 2-3 uur verblijft, dan zullen we dit soort palen zetten. Of we zetten semi-snelladers of snelladers neer. Maar we kijken naar de behoefte dan. We blijven nog even bij het onderwerp laden, want onze tweede gast van vandaag is Steven Brouwers van het bedrijf ATEPS. De onderneming maakt enorme accu's waarin energie opgeslagen kan worden als de vraag naar stroom laag is en waar vervolgens weer energie uitgebruikt kan worden als de vraag hoger is dan het netwerk toelaat.
Ook hoef je niet te wachten totdat een verzwaarde aansluiting op het netwerk is geregeld. Steven, jij bent er vandaag digitaal bij. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, klopt het een beetje wat ik zei? Is dat wat jullie oplossing inhoudt? Ja, perfect verwoord. Ja. Hoe zijn jullie tot die oplossing gekomen waar jullie je nu mee bezighouden? De baas van ATEPS, de oprichter van ATEPS, die heeft in het verleden noodstroomvoorzieningen aangelegd in de Boeralarab en de Boeral Khalifa. In de metro van Tokio. En op een gegeven moment is hij daar vandaan gevraagd in Sint-Petersburg voor een oplossing van een elektrische hijskraan die daar geplaatst was. Dat ding dat trok zoveel vermogen weg. Dat kon het netwerk niet goed aan. Daar hadden ze problemen mee in de rest van de haven. En daar is een opslagsysteem geplaatst die peak shaved. Dat wil zeggen, dus op het moment dat de kraan heel veel energie trekt, dan helpt de batterij even om die piek op te vangen, zodat het niet allemaal uit de grid hoeft te komen. Waardoor niemand last heeft en de kraan lekker zijn werk kan doen. Nou, dat idee, zeg maar, dat ligt aan de basis van wat we nu met ATEPS doen. Energieopslagsystemen maken. Daar hebben we kleine systeempjes voor. Die gaan over piekshaven. Die lossen een stroomtekort op tot hele grote systemen waarmee je handel kan drijven in energie. Of waar je mee geld kan verdienen door bij te dragen aan de stabilisatie van de netfrequentie. Ja, dus als de vraag dan inderdaad te hoog is of hoger dan het net aan zou kunnen, dan kan je terugvallen op zo'n batterij. Je hebt ons ook wat foto's toegestuurd. Mm-hmm. Zou je ons kunnen uitleggen wat we hier nou precies zien? Met plezier. Dit is een container. Daar zit... Ik denk, kan niet goed zien welke dit is, maar volgens mij zit hier een megawatt opslag in. Die wordt geplaatst bijvoorbeeld als buurtbatterij, kan die ingezet worden. Dit soort systemen, die meer dan 500 kilowatt bevatten, kilowattuur, die kun je gebruiken, dus wat ik net zei, om er geld mee te verdienen. Ja, en hoe groot zijn de problemen met een net dan volgens jullie, als het bijvoorbeeld gaat om het aanbieden van laadpalen? Ja, die zijn heel groot. Kijk, een gemiddeld tankstation zal 30 kilowatt, 40 kilowatt max nodig hebben. Nou, als je elektrische snelladen wil aanbieden, dan zit je al gauw tegen een paaltje van 150 kilowatt aan te kijken. Dus dat is meer dan vervijfvoudiging bijna van hetgeen wat je hebt. Nou, als je dat gaat aanvragen bij je netbeheerder, die kan daar gewoon niet in voorzien. Op de ene locatie wat minder slecht dan in de andere locatie. Ik sprak laatst iemand uit Zeeland, dan schijnt het wat minder dramatisch te zijn. Maar over het algemeen kan je zeggen dat bij de netbeheerders lastig ontvangen wordt. Ze willen je graag helpen, maar ze kunnen niet. En je zit gauw tegen een wachttijd van een paar jaar aan te kijken. En stel nou dat het wagenpark van elektrische auto's verdubbelt. Zou dat een groot probleem zijn op dit moment met het net dat we hebben? Ja. Dat is een groot probleem. Ja, de netbeheerders kunnen er niet in voorzien en die hebben miljarden aangevraagd om hun capaciteit te kunnen vergroten. Maar ja, voordat ze dat gerealiseerd hebben, dan zijn we natuurlijk ook alweer een paar jaar verder. Dus dat gaat echt nog even duren. Wat je hier op de achtergrond ziet, dat is wel leuk om te zien. Dat is daar zit opslag in die bankjes. Dat is een laadplein in Hoofddorp. Dan wil je niet zo'n lelijke kast in de openbare ruimte hebben en dan zou dit een oplossing kunnen zijn. Ja, dus het is ook nog netjes weg te werken. Ja, zeker. Ja. Is deze oplossing nou specifiek voor tankstations of zou het bijvoorbeeld ook voor carwashes interessant kunnen zijn waar een laadpaal aangeboden gaat worden? Ja, absoluut. Kijk, overal waar je in feite stroom tekort komt, kun je met energieopslag erin voorzien. Dus je hoeft dan niet te wachten tot je netverzwaring krijgt. En het aardige is ook dat op het moment dat je netverzwaring aanvraagt, dan weet je één ding zeker, je bent heel veel geld kwijt en die koop je een beetje op de groei. He, je gaat niet ieder jaar een nieuwe netverzwaring aanvragen. Nou, met batterijopslag kun je mee laten groeien met je vraag. En dat scheelt dus in je investering die je doet. Je kunt kijken van, is het een succes? Is het een succes? Dan breid je opslag uit, waardoor je een beetje meegroeit met je omzet, zeg maar. Ja, zo'n ondernemer zal misschien denken leuk en aardig, maar wat kost dat nou zo'n investering? Of waar moet je dan aan denken om zo'n grote batterij wat eigenlijk is neer te zetten? Ja, het ligt natuurlijk aan wat je verwacht te gaan
ja, verkopen. Maar je kunt je vanaf 30 kilowatt, 35 kilowattuur, zit je een beetje €27.500. Dan heb je hem op je terrein staan en dan kun je al snelladen aanbieden. Ja, afhankelijk van het aantal ladingen zou je dan moeten zeggen, nee, ik moet er nog zo'n systeempje naast zetten. Nou, meestal met twee kastjes kun je al een heel eind aan de gang. Ja. Nou, waar je net verzwaring, dat weet je allemaal zelf wel, dan kom je gauw een ton of hoger uit. En dan heb je ook repeterende kosten die iedere maand weer terugkomen. Ja. En valt er dan iets over te zeggen wanneer het rendabel zou zijn om zo'n investering in zo'n accu te doen? Ja, we rekenen heel vaak uit voor ondernemers van wat is nou mijn terugverdientijd? Ja, die terugverdientijd hangt natuurlijk van een aantal dingetjes af. Hè. Hoe vaak wordt er bij jou geladen? Wat is het aantal kilowattuur dat men laat? En wat is je inkoopprijs en wat is je verkoopprijs? Tot nu toe zit ik altijd onder de 3 jaar aan terugverdientijd voor die kastjes. 3 jaar? Ja, binnen 3 jaar heb je ze terug. En hoe zit het dan met onderhoudskosten bijvoorbeeld? Want er zou ook wel eens iets kapot gaan in jullie systeem of iets waar bijvoorbeeld een storing in te vinden is. Hoe zit dat precies? Ja, dat is een goede vraag. Nou, laat ik zeggen, ze zijn onderhoudsarm, extreem onderhoudsarm. Ze worden gemonitord op afstand. Heel veel van de problemen die op zouden kunnen treden, kunnen we op afstand verhelpen. Maar ja, het blijft materiaal, er zou eens een keer iets kapot kunnen gaan. Dan kan een accu uitvallen, bij wijze van spreken. Dan moet je er eventjes naartoe. Maar als eigenaar van zo'n kastje, van opslag, je hebt er geen technische kennis voor nodig. En je hoeft er niets aan te doen. En er zijn ook geen jaarlijkse onderhoudsbeurt of dat soort dingen meer. We monitoren als er wat moet gebeuren. Dan zijn we de problemen veelal voor, lossen ze van tevoren al op. En anders als er iets is, dan zouden we langskomen om om het onderhoud te verrichten. Maar dat is geen vast onderhoudscyclus of zo. Oké, maar dat zit dus wel bij het hele pakket inbegrepen. Dat jullie ook langs gaan mocht er iets kapot gaan of mocht er een keer een storing zijn. Nou, als er een storing is, dan betaal je voor het verhelpen van de storing. Dat is het als we moeten komen, maar ja, dat komt dus uiterst zelden voor. Je betaalt wel voor de monitoring software. Neem me niet kwalijk. Je betaalt wel voor de monitoring software. En dat is iets van €15 in de maand of zo. Nu al mensen die de batterij willen hebben, zo te horen. Sorry. Nu al mensen die de batterij willen hebben, die nu al app om het systeem te kopen. Nou ja, speel ze door. Ja. Ik sta ze graag te woord. Ook op een tankstation wordt veel gedaan met zonnepanelen op de luifels, maar ook bij de carwash. Is het nou op elkaar aansluiten, die twee systemen, dus die zonnepanelen en deze batterij? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk dubbel interessant. Je kunt de oppek in je batterijen plaatsen. Hij kan tijdens het laden van auto's, kan die, de batterij ook weer geladen worden. Dus dat is eigenlijk een continu proces. En zo heb je in ieder geval je eigen opwek, die bent je dan voor jezelf aan. Ja. Ja. Duidelijk, Steven, dankjewel. We gaan nog even naar Rienik om te kijken of er daar vragen zijn of dat iemand iets wil weten over jullie systemen. Rienik zit nog in de wacht, denk ik. Is Rienik nog aan bezig? Sorry, je zou denken dat je het ondertussen weet met al het thuiswerken, maar ik had de mute-knop dus nog ingedrukt staan. Nou, welkom terug. Ja, bedankt. Er zijn aardig wat vragen binnengekomen op de chat. Onder andere Harry Brouwer, die wil graag weten hoe circulair het is en wat voor materiaal de accu's van zijn. Of dat lithium-ion accu's zijn of dat het een ander materiaal is. Ja, dat is juist. Het zijn lithium-ion batterijen. De kleinere systemen zijn nikkel-mangaan kobalt, NMC. De grotere systemen, LFP, dat is ijzer-fosfaatcellen. Hoe circulair is het? Het is tot nu toe de enige oplossing die echt doet wat het moet doen. We zien ook niet snel een andere oplossing in een bruikbaar formaat dit mogelijk maken. Dus tot nu toe blijft dit zo en is dit de beste oplossing die er is. Kijk, het kan uiteindelijk natuurlijk wel milieuvriendelijker, alleen dan is de oplossing er nog niet. Dus zolang die er nog niet is, houden we deze oplossing. Ja, en zijn die batterijen dan ook weer te vervangen op termijn door andere soorten accu's die misschien milieuvriendelijker zijn? Ja, het systeem is modulair en het is in wezen een accu erin plaatsen en er weer uithalen. En de techniek erachter die blijft verder hetzelfde. Dus mocht dat zo zijn, mochten er andere oplossingen komen, ja, dan zullen we het zeker zo maken dat ze gewoon in het kasten weer erin geschoven kunnen worden. Ja. Mm-hmm. Piet Broeren wil graag nog weten wat de levensduur is van zo'n accu.
Ja, dat ligt natuurlijk aan het aantal laadcycli en hoe je het gebruikt. Als je je accu helemaal leegtrekt en weer helemaal volstopt en weer helemaal leeg, is dat heel erg belastend. Dat is niet de praktijk. Vaak gaat er een beetje uit de batterij en dan laat je weer bij. Dat soort dingen. Onze systemen zijn 5 jaar 4000 cycli gegarandeerd. Ja, het is net als ieder apparaat wat je hebt. Je hebt een bepaalde garantietermijn waarbij het zeker niet verkeerd kan gaan. Maar zo'n ding gaat natuurlijk veel langer mee. Hoe lang? Ja, nogmaals, hangt een beetje af van, ja, van het gebruik, zeg maar. Maar goed, dan praten we echt vele jaren. Hè. Dus wat je net zei, van kan het ook met een andere oplossing voorzien worden? Nou, voordat je daarmee aan de beurt bent, ben je echt wel eventjes verder. Ja. Vraagt nog iemand, Luc van Riel, of de batterijen die Tesla momenteel maakt, of dat al in beeld is bij jullie? Ik snap de vraag niet precies, maar Ja, volgens mij is Tesla is ook bezig met energieopslag. En omdat dan in de energieopslag die je thuis bijvoorbeeld hebt in je zonnepanelen, die wordt dan opgeslagen in de accu's Oh ja. die zij hebben. Dus zijn dat soort accu's waar Tesla mee bezig is ook erin te plaatsen. Ja, ik denk dat die meneer het heeft over home storage. Ja. Ja, dat is niet Daar heb ik het onze. ook over, maar. Ja, dat is niet onze tak van sport. Wij focussen op de zakelijke markt. Ja, wij zijn van de techniek. We denken graag techniek uit, de oplossingen uit. En ja, net zoals je zag met die bankjes, ook de look and feel van die dingen. De home storage, denken wij dat het dat is een grote markt, denken we. Maar dat wordt de markt van ja, wie de beste deal aanbiedt. Dat wordt eigenlijk meer schuiven. En dat is niet onze tak van sport. Ja, nog een laatste vraag van mijzelf. Welke brandstof verwacht jij dat de overhand gaat nemen? Of dat het een mix gaat blijven? Ja, sluit ik een beetje aan bij de eerste spreker. Dat is een beetje koffiedik kijken. Zelf denk ik dat elektrisch laden een enorme vlucht gaat nemen. Ja, waterstof denk ik ook wel, maar dat is dan meer voor het zwaardere werk, zeg maar. Personenauto's, ik denk dat de elektrisch laden dat gaat winnen. Ja, dankjewel. Meer vragen heb ik niet. Oké. Steven, hartelijk dank voor je bijdrage. En ook jij bedankt, Rineke, voor jouw vragen die je hebt doorgespeeld. Graag gedaan. Met plezier gedaan. Goed om te horen. Peter, is dat nou iets voor jou ook, zo'n batterij? Is dat iets wat jullie ook zouden gebruiken? Wij zijn op dit moment alle opties aan het bekijken en weten nog niet goed waar we uiteindelijk voor gaan kiezen. We hebben al wel wat keuzes gemaakt voor bestaand, maar dat zal een leerproces zijn in de toekomst. Ja. Peter, jij ook bedankt voor je bijdrage vandaag in deze Dank je wel. uitzending. En dat brengt ons ook aan het einde van deze eerste thema-uitzending. Bedankt voor het kijken allemaal. En volgende maand zijn we er weer met een nieuw onderwerp. We hebben het dan over koffie en thee. Graag tot dan. En ook u kunt hier zitten, want deze coronaproof studio is te huur voor uw congres, vergadering of webinar. We hebben alle techniek in huis om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op promedia.nl. Ik zie u graag in onze studio.